Welkom bij Ermelo Sport 2022, hier vanuit Theater De Dialoog. En voor deze editie hebben we deze beamer van stal gehaald. Ja, niet zonder reden, want we hebben het theater omgebouwd tot bioscoop. En op het filmscherm gaan we een heleboel mooie items zien van vrijwilligers en initiatieven over sport natuurlijk hier in Ermelo. En Milko, jij hebt ineens een sjaal omgedaan. Ja, vind je hem niet mooi? Ik vind hem prachtig, ja, mooi blauw. Ja, zeker, dat dacht ik. Nee, ik heb deze sjaal overgehouden aan IJs in Ermelo. Oh, daar ben je geweest. Ja, een van de initiatieven waar we geweest zijn. En ik heb er nog wat aan overgehouden. Dus ook. Nou, je bent echt fan geworden, zie je. Zeker, absoluut. Okay. Zullen we naar het item kijken? Leuk. Jan Kadel, Marco, we staan hier midden in het centrum van Ermelo. Normaal gesproken de locatie waar IJs Ermelo georganiseerd wordt. Wat is IJs Ermelo precies? IJs in Ermelo is een ijsbaan die wij elk jaar proberen te organiseren. Het is een overdekte ijsbaan waar we proberen zoveel mogelijk Ermelo's aan deel te laten nemen. En het is een van de langdurige evenementen van Ermelo. Ja, en ik kan mij voorstellen, Marco, dat de ijsbaan niet hier in de kapel ligt. Waar ligt hij wel? Dat klopt, hij ligt hier hiernaast. Kijk aan. Gesproken. Zullen we eens gaan kijken? Ja, zeker. Goed. Staan we dan, jongens, op de plek waar het allemaal gebeurt. Hoe ziet de voorbereiding van dit evenement eruit? Nou, eigenlijk draaien wij de hele jaar een voorbereiding. En, ja, in eind november beginnen wij met opbouwen en dan binnen een week ligt hier een ijsbaan van 12 bij 30 meter. Volledig overdekt, met een mooie horecagelegenheid erbij. En dan is het 5 weken knallen. Ja, dat is natuurlijk wel een formaat, maar hoe groot, kun je het beeld uit, hoe groot is het eigenlijk? Als je biertje, nou dan moeten we even heel ver gaan lopen hoor. Ja, ja? Voorschaatsen. Nou ja, schaatsen voor, kom op. Ja, ik zou bijna zo goed doen, weet je, maar ik denk van 1, 2, 3, 4, 5. Jan Kadel en Marco heb ik aan het werk gezet. En kijk maar eens hoe groot die ijsbaan nou echt is. Het is alweer een tijdje geleden, de laatste editie van IJs in Ermelo. Maar jullie komen terug, neem ik aan. Jazeker komen wij terug. Wij hopen natuurlijk beter en mooier te doen dan de eerste editie. We gaan binnenkort weer voor het eerst vergaderen. En ja, dan gaan we weer ons richten op december, op de aftrap, zeg maar. Ja. Dus, gas geven. Gas geven, ja. Precies. Mannen, heel veel succes. Ja, ik hoop dat er een geweldige editie komt te staan. Zeker. En dat heel Ermelo mag genieten van jullie ijsbaan. Kom maar kijken. Gaan we zeker doen. Dankjewel. Dan is het nu tijd voor actie. Ken jij Maxime Zeeuwen nog? Ja, hij was een paar jaar geleden genomineerd als sporttalent van het jaar. En wat wel leuk is, hij doet een sport waar je normaal niet zo heel veel van hoort. Hij is namelijk schermer. Ik ben op deze dag heel mentaal sterk. Ik zie dat hij die aanval inzet, dat hij naar meteen wil gaan. Maar ik ben scherp en kalm in mijn hoofd. En zo weet ik daar gebruik van te maken en van zijn aanval mijn punt te maken. Axel Zoons maakt een goede aanval, komt tekort voor de voet van Zeeuwen. Mijn naam is Maxime Zeeuwen en ik ben Nederlands jeugdkampioen. Volgende op de filmrol, Jan Huizinga van duikteam Adfundum. Ja. En die moet jij kennen. Zeker, want ik ben daar langs geweest om Jan te verrassen eigenlijk met zijn duikteam. Spannend. Zeker. Gaan we naar kijken. Nou, we staan in het zwembad Caluna in Ermelo en we staan hier om een vrijwilliger van onze vereniging in het zonnetje te zetten. We verrassen hem, we overvallen hem, want hij weet niet dat wij komen, hij weet niet dat dit georganiseerd is. Dus ja, we hopen dat hij dat ook zeer kan waarderen. En dat is Jan. Ah! Hey. Welkom in Jan. Hartstikke bedankt. Nou. En we hopen nog vele jaren van je inzet te mogen genieten. Dankjewel. Hij is zowel trainer, hij coördineert de trainingen, hij zorgt voor materiaal, zowel onderhoud als inkoop, als zorgt dat alles netjes goed blijft. Met PR houdt hij zich bezig, kortom met alle aspecten van de vereniging. Nou Jan, bent u verrast? Ik ben heel erg verrast. Ja? Ja, ik had het niet verwacht. Hoeveel tijd bent u kwijt per week aan het duikteam? Nou, dat is een beetje verschillend. Deze is avond nu trainen. Zondagsmorgens bij de mensen longbouw, dat is ook een uur. Nou, en dan nog wat voorbereidingen en dergelijke. En de Zeelandwiekenden, de uitjes, voorbereiding van de lessen. Maar altijd leuk. Altijd leuk. Nou, dan zou ik zeggen aan de gang met het team. Ja, dat gaan we doen. Ik word getraind vanavond, dus ik heb vanavond echt vrij af. Oh, kijk. Ja.
Veel plezier. Dus, en dankjewel. Nou ja, ik kan denk ik namens de club zeggen dankjewel voor alle inzet. Jazeker. Graag gedaan. We zijn er gewoon een team. We doen het gewoon met elkaar. Dus dat is het leuke erom. Ja, hartstikke mooi. Fijn. Oké. Okay. Ook dit jaar is ze weer van de partij, dorpsdichter Sarah Scholz. In De Meebewegers brengt zij een ode aan alle vrijwilligers. Hulde aan de sportvrijwilligers van Ermelo. Shirtjes wassen, eetjes rijden, biertjes stappen, lunch bereiden. Als parcoursbouwer of mattensjouwer, bitterballenbakker of ballenpakker beweeg je mee. Langs de baan, in de zaal, op het veld, jij weet wat telt. Niet eindtijd, maar mentaliteit. Niet hoe je een oefening uitvoert, maar hoe je sportharten beroert. Zonder net, geen doelpunt. Zonder vrijwilligers, geen club. Jij bent het net. Jij bent het helemaal. Shirtjes wassen, eetjes rijden, biertjes stappen, lunch bereiden. Dit alles en meer, dus een groot compliment. Dank je wel voor de meebeweger die jij bent. Milko, waar denk jij aan als ik zeg ronkende motoren? Mannen in een midlife crisis. Ja, goeie. Maar ik denk aan de 10-jarige Mick Komen. Hey Mick, je bent 10 jaar en dit is jouw motor, toch? Zeker. Want wat is jouw sport? Motorrace. Niet op het zand, maar op het asfalt. Kijk, en dit jaar meegedaan aan het NK, Nederlands kampioenschap? Zeker. Want hoeveelste ben je geworden? De derde plaats. 2 keer 3e. Heel erg om gestreden. Kijk, nou ben ik 27 en ik heb nog nooit op een motor gezeten. En jij bent 10 en doet dit dus wekelijks. Hoe ben je daarop gekomen überhaupt, dat je dat wil doen? Ja, we hebben allemaal sporten geprobeerd. En opeens zei mijn vader van, ja, probeer eens motorrace. Ik doe dat ook. En ik heb het 1 keer geprobeerd en toen dacht ik van, wow, dit is superleuk. En hoe oud was je toen? 6,5. 6,5. Vond je dat niet eng? Nee, toen ging ik nog stapvoets. En hoe hard ga je nu? Nu ga ik wel, als ik de goede afstelling heb, dan ga ik wel 100 km per uur op het rechtstuk. Vind je dat niet af en toe een beetje eng? Nee, alleen soms een beetje als mijn achterkant heel erg wegglijdt, dan schrik ik een beetje. Maar verder vind ik het juist leuk. Ja. Dan schreeuw ik soms wel in mijn helm van joehoe. Ja? Ja. Heel goed. Dat is een stoere sport. Zeker. Er zijn er niet veel die het je nadoen. Niemand toch hier in Ermelo verder? Nee, ik ken in ieder geval niemand die in Ermelo dit doet. Kijk, nou stoer hoor. Ik ben wel even benieuwd hoe jij daar precies op zit en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Wil je me dat uitleggen? Ja, ik zit normaal op mijn motor zit ik er zo op. Ja. Zo op het rechte stuk en zo in de bochten. En zeg maar, moet je nog iets speciaals doen met je knieën of met je... Wat? Ja, zeg maar in de bocht. Je hebt bijvoorbeeld een bocht naar links, dan verzicht je. Ja. De linker bil is dus, dan zit er dus één bil op de zadel en de andere bil eraf. Zodat je dan zo goed kan hangen. En dan ga je natuurlijk heel scheef en dan heb je zo knie aan de grond. En als je dan er zin in hebt, dan kan je ook bijvoorbeeld een keertje voor de lol elbow down doen. Maar nu staat hij stil. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die er rijdend uitziet. Nou, dat sport niet alleen voor de jeugd is, dat weet jij als geen ander. Jij bent namelijk bij een initiatief langs geweest van Ad de Kort. En daar gaan we nu naar kijken. Het is dinsdagochtend en dat betekent dat het tijd is voor het 55PLUS beweegprogramma van wijkvereniging Ermelo West. Ad, waar staan we nu? Wat gebeurt hier achter ons? We staan achter op het parkeerterrein bij Dindoa, waar anders de auto's kunnen staan. En dat is zo'n prachtige omgeving om ook te kunnen sporten, voor met name de doelgroep ouderen.
En de Dindoor Sporthal met daarbuiten schitterende beweegfaciliteiten. Ja. En wat is dit voor een groep dat nu hier aan het sporten is? Wij noemen dit gezond bewegen 55 plus. We hebben een aantal dingen uitgeprobeerd. En bleek gezond bewegen, lekker op de harde ondergrond. Niet te intensief, maar wel alle spieren toch ook gebruiken die je anders niet gebruikt. Dat sloeg aan. Ja. En daar is deze groep uit ontstaan. Elke week? Elke dinsdag. We komen om 11 uur. En even gezellig, even sociaal bijpraten. 10 minuutjes. Dan gaan we om 11:15 aan het bewegen. Tot ongeveer 12 uur. En dan zijn alle spieren weer los. En de conditie is wat versterkt. En ons evenwichtsgevoel is ook weer beter geworden. Ja, word je er fitter van? Merk je het? Beslist, ja. Kijk, het zijn geen bootcamps. Dat is niet wat deze groep zoekt. Dit is vooral bewegen voor de groep. Die niet zo standaard automatisch elke week beweegt, anders dan een wandelingetje. Ja. Dit is net even wat meer bewegen, wat meer gericht op het ouder worden te voorkomen door vitale dingen te doen. Ja. En wat is nu het doel? Hoe groot moet dit worden? Het doel is vooral dat er voor iedereen aanbod komt. Jong en oud en alles wat ertussen zit. Zeer vitaal tot heel erg krakkemikkig. Maar dat er voor iedereen een beweegmogelijkheid in Ermelo West ontstaat. En daarvoor hoef je niet per se in Ermelo West te wonen dus? Iedereen mag meedoen, maar voor ons is het belangrijk dat het dichtbij te bereiken is. Binnen de wijk, je hoeft niet het spoor over. Je kunt het met je rollator, met je scootmobiel kun je er komen. Dat vinden wij wel belangrijk. Kijk, dat is een mooi doel. Succes daarmee. Dankjewel. S'avonds, de kantine, dat is het domein van gezelligheid. Absoluut. De sportvelden worden 's avonds druk gesport. Ook, ja. Maar weet je wat er 's ochtends gebeurt op de sportparken? Eerst wist ik dat niet zo goed, maar inmiddels wel. Want wij zijn samen bij EFC langs geweest om daar de vrijwilligers een handje te helpen. Vanmiddag zijn we hier bij EFC en wij gaan de vrijwilligers een handje helpen. Zeker, elke maandag en vrijdag werken ze hier aan het sportpark. En we gaan ons beste beentje voorzetten. Nou, kom op. Daar gaan we. Voor ons mooie complex. Ja, dankjewel. Ziet er goed uit. Ja, we hebben een prachtige dag. Dat scheelt. Ik zal hem erbij pakken. Och, is dit voor de lijnen? Ja. Hun zijn bezig met de normale arbeid. Al de kleedkamers schoonmaken. Okay. Velden moeten uitgeruimd worden. Dat kan jij goed, denk ik. Maar hebben jullie dit allemaal al voorbesproken? Want iedereen gaat ineens aan het werk. Oh. Ja, dat hebben we toch voor elkaar. Want iedereen heeft zijn taak hier. Hè? Ja, wat dat betreft loop je allemaal met je eigen wereldje waar je verantwoordelijk voor bent. Dus het beeld wat je aantreft en dan begint het hier het feest. Dan heb ik hier de knopje, gaat die aan en dan moet je gewoon mooi op het lijntje lopen. Nou, dat hobbelt. Ja. Dus als de kronkels in de lijn zitten, zeggen die lijnsman die heeft dus flink gezopen. Ja, die uitspraak ken ik. Voordat hij ging belijnen. Wordt het een beetje recht? Hartstikke recht. Er komt maar gewoon water uit, dus je ziet het niet. Er is niks gebeuren. Dat vind ik nou jammer. Nee, maar het gaat even om het gevoel van hoe het gaat. Het is wel een rustgevend taakje. Dit is heerlijk, want je loopt heel lekker buiten. In de natuur. Hartstikke leuk. Ja. Dus dat... je komt allerlei dingen tegen. Soms staan die goals midden op en dan moet je het aan de kant zetten enzovoort. Dus, wat is het gekste wat je bent tegengekomen? Het gekste wat ik ben tegengekomen? Dat een heel veld aangevreten was door de das. Want hier zit hier een grote Dassenburg. En die komen dan door het hek heen. En die hebben een heel veld, die zoeken ze die kevertjes enzovoort. Dan heb je allemaal kleine putjes. Dat hebben ze in de nacht, is een heel veld aangehoord. Ja. Dan zal ik hem eventjes... Die lijnen komen er niet vanzelf op, hè? Nee, dat gaat niet. Dus normaal maken we dat zo aan, maar gok ik dat hij doet. Ik zou ook naar even kijken. Ik ga hem eventjes schudden. Ik ga deze even lopen. Ik moet eerst het water even oppompen. Nou, komt ie. Goed, de lijnen zijn getrokken. Zeker. Hard gewerkt. Absoluut, maar nog niet hard genoeg.
Nee? Ik denk dat we dat ook nog wat de kleedkamers kunnen doen. En ik zie iemand op het dak bezig daar, dus laten we eens even kijken. Zo, hier wordt ook hard gewerkt. Ja, dat doen we maar even. Wat bent u aan het doen? Nou, we gaan met blad en takken en we gaan alle grote verstop zitten. Dus als er water op komt, dan kan het niet weg. Door de storm nog ook? Ja, er ligt nog een hele hoop om, dus moet even. Ik zie daar iemand bezig met een kruiwagen. Zullen we eens kijken wat hij aan het doen is? Zeker. Maar goed. Wat bent u aan het doen, meneer? Eventjes hier. En dan haal ik hier. In dit geval is die leeg. De lege statiegeldflesjes uit. En waarom precies? Omdat ze wat geld opbrengen. En kijk, het is hier een rookvrije situatie. Hm. Alleen af en toe dan kom je... Oh. Toch nog wel eens een keer een peuk tegen. Ja. En sinds een paar maanden mogen we hier 15 centen voor rekenen. Die betaalt degene die de drank koopt. En die kan ze ook bij ons inleveren, maar dat doen ze niet altijd. Dus dan verzamel ik ze. En die 15 centen die zijn dan voor de club. Elke keer als ik hier rondloop, dan denk ik, verdomme, het is een mooi park. Ja. En dat wil ik eigenlijk zo graag houden. Nou. Dus daarom doe ik het graag. En ik wil wat bezig zijn. Ja? Dat is ook goed voor de mens. Zeker. En soms is het hier steenkoud. Ja. Dan is het ook niet zo leuk. Hoort erbij. Ja? Maar vandaag is het mooi dag. Maar vandaag is het prachtig weer. Nou, ja, we echt doen nog een rondje, denk ik. Ja, dan gaan we eventjes. Die containers... Die worden wel eens beschadigd. En dan gaan er gedierte in en die knagen die zakken kapot. Nou, en deze is ook al gerepareerd. Ja. Dus deze komt eind van het seizoen in aanmerking om de schroothoop op te gaan en te vernieuwen. En Jan die heeft er al 5 nieuwe besteld. En af en toe, zoals met de storm, dan raakt die los. En dan ligt die hier in het veld. Oh, ja. En dan word ik niet vrolijk. Nee, maar dan is hij wel gelukkig zo'n knijper. Ja, gelukkig wel. Ja. Want deze man die is 78 jaar en die vindt dit goed. En dit is minder. Minder. Ja. Kom op, we gaan naar de volgende. Eerder zagen wij Maxime met de schermen. Zeker. Wist jij dat hij niet de enige is die eremetaal heeft binnengesleept voor Fencing Ermelo? Nou, ik hoorde wel iets over zijn trainer. Klopt dat? Nou ja, die kan er ook wel wat van. En daar gaan we nu naar kijken. Wat ik zo mooi aan schermen vind, is dat het echt een tactisch spelletje is. Je moet continu klaarstaan om de aanvallen van je tegenstander te kunnen ontwijken en te reageren op kansen als ze zich voordoen. Schijnbewegingen maken, probeer je tegenstander in de luren te leggen. Wat mij een goede schermer maakt is mijn precisie. Punt op de juiste plaats houden en precies daar kunnen raken waar je wil. Ik ben Matthijs de Vries en ik heb een bronzen plak gehaald op het nationaal toernooi in Eindhoven. Susanna, ja. Heb jij ooit overwogen of heb je het ooit al misschien gedaan, een halve marathon? Ik heb het overwogen, ik heb me ingeschreven, ik heb hem nog nooit gelopen. Oké, nou, ik ben voor je op onderzoek uitgegaan om jou het laatste setje te geven. Kijk maar even mee. Ik ben benieuwd. Ik ben hier op de inloopavond van HME en ik ga snel eens kijken wat ze me hier kunnen vertellen over hun initiatieven. Nico, wat is HME precies? HME staat voor Halve Marathon Ermelo. En dat betekent eigenlijk een loop-evenement midden in het dorp. Wat we voor de 10e keer gaan organiseren. We hebben vanavond een informatieavond over het beginnen met hardlopen. Wat je bij ons 3 maanden gratis kunt doen. En het nieuwe initiatief is dat we op 4 juni een ieder kan meedoen loop organiseren. En dat is specifiek bedoeld voor mensen die niet van hardlopen houden. Of misschien lichamelijk niet in staat zijn om hard te lopen omdat ze in een rolstoel zitten. Of mensen met een visuele beperking. Wij willen eigenlijk gaan proberen om ook de mensen in zorginstellingen aan het lopen te krijgen. Op een korte afstand waar ze heel lang over mogen doen. Maar met het ultieme beloning. Namelijk over de finish komen met al die
toeschouwers langs de lijn. En mochten de mensen enthousiast zijn geworden, hoe kunnen ze zich aanmelden voor dit initiatief? We hebben een website, halvemarathonermelo.nl. En daar staat eigenlijk alles wat de ieder kan meedoen loop inhoudt. Wat de kidsrun inhoudt, wat alle andere afstanden inhoudt en hoe je je opgeeft. 10 jaar geleden begon dit evenement ver weggestopt op de Drieënweg hier in Ermelo. Met ongeveer denk ik een deelnemersaantal van maximaal 80 deelnemers. En nu 10 jaar verder over de 1000 deelnemers en is het volgens mij echt een begrip geworden in Ermelo. En wat zo mooi is aan jullie organisatie, jullie vereniging, ja. Het is heel laagdrempelig. Waarom is het zo laagdrempelig eigenlijk? Nou, ik denk dat het komt doordat het ook zo begonnen is. We zijn vanuit onze passie voor het hardlopen zijn we dit gestart. Dus de meeste van ons zijn ook hardlopers. En ik denk dat dat de reden is dat we heel goed aanvoelen waarom dit evenement belangrijk is. En daarom dat het ook laagdrempelig is, omdat iedereen ontzettend veel voldoening en plezier uithaalt. Mm-hmm. Want het maakt niet uit of je als eerste of als laatste finish. Nee, exact. Dat is eigenlijk wat wij als evenement willen uitdragen. Wat in de loop der jaren ook een beetje onze visie is geworden. Dat als jij 2 uur over de halve marathon doet, of jij loopt 1:14, dat je evenveel aandacht krijgt. En ons evenement is eigenlijk ook dusdanig ingericht dat voor de langzaamste lopen en de sneller de faciliteiten te liggen om de doelstelling voor die persoon waar te maken. En jullie zijn niet hier alleen vanavond? Genoeg support zie ik. Ja, klopt. We doen het inderdaad niet alleen. We hebben bijvoorbeeld loopgroep Visie die daar zit, hè, die dus de deelnemers gaan begeleiden richting de halve marathon. We hebben de fysiotherapie hier voor de blessurepreventie of andere vragen. We hebben een stukje gezondheid aan, mensen die iets over voeding willen weten. Dus van dat er gaat een hoop op het gebied van hardlopen en gezondheid. Het gaat helemaal goed komen als beginnend hardloper dus. Als je hier naar binnen komt, dan wordt het zo'n succes. Milko, dat was al de laatste film van de avond. Het ging snel. Ja, heel snel. Zoals een goede film. Dat klopt eigenlijk ook wel. Maar dat betekent ook dat er een einde is gekomen aan Ermelo Sport 2022. Volgend jaar... Ja, komen we wat mij betreft gewoon terug. Ja, geen idee Absoluut. Hoe nog toch, maar nee. We gaan het wel zien. Kom maar goed. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot volgend jaar.